Een hele goede morgen, beste kijkers. Mijn naam is Patrick. Ik sta op station van Hengelo. Vandaag gaan we een toertje door Duitsland en België maken. Ja. Twee landen op dezelfde dag. Dus in principe drie landen op dezelfde dag, maar we doen ook Nederland. Veel kijkplezier. Oh, zo zie je maar weer dat het Duitse OV heel erg onbetrouwbaar is. Ik heb het plan bekeken, ik heb een kaartje halen met de kaart opgemaakt. Oh ja, vind je... Ja, dat was in Nederland. Die, oké. Okay. Ja. Oké, tientje. Wat een ellende dit. Flikt! Nou, in de flikt is het een stuk warmer. Bij deze gaan we naar Rijnen. Nou, aangekomen te Rijnen, hier overstappen op de trein richting Münster Hauptbahnhof. Zo, we zitten nu in de vlucht naar Münster. Dat doet maar een half uurtje van voor mij. Patrick, je bent een pinkelmaster. We zijn aangekomen in Münster Hauptbahnhof. Hier gaan we inkopen doen. Zo, even wat te eten. Want de overstappen die we hierna gaan doen zijn allemaal krap. Nou, de ditch is op. We hebben nog 20 minuten totdat onze trein komt. Het is tafels koud. Het vriest nog steeds. Ik viel bijna in die vlucht in slaap. Ho, oh, het ding wordt daar gekoppeld zelfs. Nou, aangekomen op Viersen, de trein was gelijk alweer druk. Ja, het hele perron hier van Venlo is dat vol, joh.
Nou, zo zie je maar weer dat het Duitse OV heel erg onbetrouwbaar is. Ja. De overstap die we moesten maken in Venlo, die hebben we gemist. Ja, is klaar. Dus dan hebben we nu een uur vertraging. Ja, het ding rijdt nu weg. Ja, dat ding rijdt. Ik ga hem niet eens kunnen filmen. Oh, wat kut. Wat kut dit. Nou, kut. Nou, er is een hele goede reden waarom ik de grensoverschrijdend ding via Venlo heel kut vind. Dat is onbetrouwbaar als sneu. We hebben plus 10, we hebben de trein gemist en nu kunnen we de hele planning kunnen we er helemaal aftypen. Oh ja, dan niet te verstaan dat die hele trein gewoon godverdomme vol staat ook nog. Het ergste is nog van alles ging hartstikke goed totdat de Eurobaan kwam. En de Eurobaan die is altijd kut. Ja, ja, je ziet dit allemaal achter mij, hè. Dat is het hele probleem. Ik heb hier een kruiwagen vol met teleurstelling. Waarom zijn de vervoerders en de Duitse Eurobaan en de Nederlandse spoorwegen zo incompetent? Ja, ja, zeg mij het maar. Oh ja, ook deze trein is 5 minuten te laat. Dat gaat, de overstap in Roermond gaan we ook missen. Ja, nu gooit ProRail goed in het eten. Normaal ga ik er wel goed op dat er goederen staan, maar dat heeft allemaal goed in ons eten gegooid. Dus die hele tevens planning die we hadden, kunnen we gewoon godverdomme wegmieteren. Nou, we komen op aan op Roermond hier overgestappen. Aansluiting. En nu gaan we met deze babyflikt. Julien, ga mijn kaartje kopen. Ja, hè? Kijk, betaal je maar kijk, terug, kijk, wat een verschil. Niks. En daar staat onze volgende NMBS-trein. En deze trein is van het type break. Nou, ik heb mezelf op een bankje neergetiefd. Hiermee gaan we naar Luik. Nou, dan probeer je een normaal filmpje op te nemen, dan gaat er iemand doorheen praten. Je ziet toch dat ik aan het filmen ben, of niet dan? Julien, ja. Wat voor trein moeten we nu hebben? We gaan zo meteen een reguliere Intercity pakken, die gaat over de hoge snelheidslijn. Toeslagvrij en 200. Nederland, what the fuck? Ja, die nemen we tot aan Leuven. Lopen maar door, joh. Verder mogelijk weg van de kids.
Big E10 rijdt ook die 200 mag. Met deze gaan we tot aan Leuven. Zo, we rollen nu met deze trein station van Leuven binnen. Hier gaan we overstappen op de Intercity richting Antwerpen Centraal. Weer een break, deze met deze gaan we 160 en deze nemen we tot aan Antwerpen Centraal. Gaat het allemaal wel goed? Oh. Gaat hij in gedoten gaan? Oh. Kunt hij met de roltrap naar boven, maar de roltrap die doet, die gaat hier een stukje nog vrij horizontaal. Zo, aangekomen te Antwerpen Centraal. Hier een kaartje kopen en dan op de trein naar Roosendaal. Jezus, wat een drukte. We hebben een klassensupplement gekocht en zelfs de eerste klas zit al vol. Nou, dat wordt uitkijken geblazen. Roosendaal! Ah, komt Roosendaal. Roosendaal. Sorry. Nee. Hier gaan we overstappen op de Nederlandse staatsspoorwegen. Nou, dit is het laatste dubbeldekspul wat echt comfortabel is. Deze worden helaas gemoderniseerd voor een flinke degradatie. Met deze trein gaan we in ieder geval tot 's-Hertogenbosch. Ja, mooi. De trein heeft plus 5. Gaat weer goed. Nou ja, ProRail heeft mooi de dienstleider, de treiningsleider bij ProRail heeft mooi de goederentrein voorgelaten. Ja, daar hebben we nu plus 5 minuten, waardoor de andere trein te laat is, waardoor de trein uit Bergen op Zoom moet wachten. En die mensen die dan naar Zeeland of zo moeten, die komen dus niet meer thuis. Ten tweede staat er ook nog een soort van oude loods met museumtreinen. En die willen ze gaan afsluiten door de wisseltjes weg te halen, zodat de museumtreinen niet meer het spoorwegnet op kunnen. Wat de fuck zijn jullie mee bezig? Ja, en dan presteer je het gewoon om gewoon in Breda die 5 minuten die je daar stilstaat ook te laten maken. Hè? Je zou maar een goederentrein voor je Intercity voorlangs gaan. Ja, zo zie je mij weer. ProRail kan daadwerkelijk helemaal niks. Goeiedag, we hebben hem net kunnen halen. De fucking degradatie van een trein. Nou, deze trein is een hele degradatie van de vorige, hoor. Oh, ja, lekker. 5 kerels. Ik heb nog een shake erbij, hè? Patrick, ben je vegan? Nee, sterf. Ja, ja, ja. No. 5 kerels. Burgertje. Hotdog dit keer. Ik ben benieuwd. Dus hij heeft een helemaal behemoth. Dus eet smakelijk, kerel. Lekker. Ja. Nou, het eten heeft zeker gesmaakt. Oh, ik zit hier vol, hè, kerel. Ik lik wat zwaar, ja.
Ik ga nu even bier halen. Dit is het dichtste bij wat ik bij een vegan ding kom. Ja, dat betekent een hele lekkere granensmoothie. Van lang leven de eerste klas. Hier sluit ik de video trouwens op, want dit is de trein richting Hengelo en richting Heus. En hier sluit ik de video af. Dankjewel voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal en tot de volgende video. Natuurlijk, we staan stil midden in een weilandiestam. Kut met komkommer. Kak en koomlapjes. Ja, dat klote ding staat hier nog, dat hoeren ding. Ze hebben het niet eens vastgezet met een ketting en ik loop er al jaren mee te horen, Patrick. Wat vind je daarvan? Ja, mooi. Ja, is brut, hè? Ja, mooi.